Ruud Brood, is het lekker om weer te gaan beginnen? Ja, natuurlijk. We hadden gehoopt vorige week al. Maar ja, de eerste wedstrijd, daar kijken we wel weer naar uit. En hopelijk weer met het enthousiasme wat we daarvoor hebben gebracht. Ja, want voor de winst op dat je in een lekkere flow. Hoe ben je van plan om daar een vervolg aan te geven? Ja, uiteindelijk is dat ook het team wat weer elkaar moet gaan motiveren. En met veel plezier gaat spelen. En dezelfde intenties. En ik kan ze aandragen van, nou, oké, wat hebben we geleerd van de eerste helft van de competitie. Of zelfs van de laatste weken. Ondanks dat we ze veel wonnen. Nou, en dan probeer je dat mee te nemen naar de eerstvolgende wedstrijd. En ze zo goed mogelijk voor te bereiden op Topos. Wat zijn dan die dingen die je hebt geleerd van die eerste seizoen zelf? Nou, uiteindelijk geef je ook de positieve dingen aan. Dat ze ondanks alles, alle tegenslagen of noem maar op, de omstandigheden prestatief heel goed hebben gedaan. Zichzelf daarin hebben beloond, maar ook op de kaart hebben gezet. Dat we de wedstrijden wonnen, zelfs met veerkracht of achterstand, dus dat is goed. Maar ook dat we rekening moeten houden dat we een soort discipline in het veld krijgen. Dat we niet met z'n allen, maar dat is best wel makkelijk te zeggen, maar allemaal naar voren rennen. Want zo zijn we ook wel eens, hebben we wedstrijdjes punten verloren. Ja, daar hebben we het inhoudelijk wat meer tactisch over. Maar op het gebied van wat er weer wordt gevraagd, wat willen we nu bereiken? Ja, daar heb je het wel over. En natuurlijk in de winterstop of op trainingskamp heb je de individuele gesprekken met ze. Nou, dan krijg je een stukje feedback. En zo moeten we met elkaar trachten de tweede helft in te gaan. Nou, gisteren heeft Vin Dieken een profcontract getekend. Hij traint al een tijdje mee. Wat voor indruk maakt hij op jou? Ja, Vin heeft natuurlijk op uitnodiging is hij een paar keer geweest. Niet een tijdje, een paar keer geweest. Maar het is natuurlijk een jongen met veel potentie. En we zijn natuurlijk blij dat hij bij ons heeft getekend. En vanaf nu maakt hij natuurlijk deel uit van de eerste selectie. En probeer hem zo goed mogelijk te begeleiden en verder te helpen in zijn carrière. Zodat het twee kanten op gaat. Dat zowel ADO Den Haag, wij dus profijt krijgen van hem. Hij stappen kan maken en die hij voor ogen heeft, zijn doelen. Nou, dan zijn we natuurlijk blij dat hij heeft getekend. Dan even over morgen. Topos thuis. De eerste wedstrijd was best wel een spectaculair duel. Verwacht je weer zo'n wedstrijd? Ja, misschien wel. Topos heeft natuurlijk ook laten zien in het begin, zeker in het begin de eerste periode, dat ze goed meededen. Daarom maakt het ook spectaculair. Ze kunnen best wel grote teams van naam verslaan. Kijk maar net voor de winter VVV uit. En ze zijn vrij vast en een fysiek team. En ja, goed. Maar ze hebben ook een mindere periode gehad. Maar het kan best wel zo zijn. Nou, natuurlijk, wij spelen thuis. Maar goed, thuis of uit maakt voor ons niet zo heel veel uit. Omdat we heel graag willen aanvallen. Maar we moeten wel rekening houden ook wel met de kwaliteiten van hen. Voor Thomas Verheid is Topos een lekkere tegenstander. Ze is zijn favoriete tegenstander. Het meest tegen gescoord. Daarnaast is hij ook nog bezig met een aardige reeks. Let je dan ook extra op hem? Nee, maar ik kan me voorstellen als je dit allemaal zegt dat Topos zeker op hem gaat letten. En we hebben er wel over gehad, want teams praten maar, we moeten hem uitschakelen. Nou, gelukkig hebben we meer jongens die het doelpunt kunnen maken, maar hij is wel belangrijk voor ons. Maar ik ga niet heel speciaal op hem letten. Ik hoop dat hij morgen weer het ritme heeft en het net weet te vinden. En als het een keer niet is, nou oké, zo zit hij er ook wel in. Ja, goed, dan is het een ander. Maar nee, eromheen let ik wel op hem. Dus buiten het veld let ik ook op hem. Dan nog dinsdag een bekerwedstrijd tegen RKC, je oude club. Is dat nog extra speciaal voor jou? Oh, zover ben ik nog niet. Nee, ik ben meestal van laten we eerst deze wedstrijd, die eerste wedstrijd van de tweede helft van de competitie, goed doorkomen. Ja, dan gaan we nou wel op zondag bekijken richting RKC en voorbereiden. En ja, tuurlijk, als je heel even kort kijkt, 4 jaar daar gezeten, alles meegemaakt. En ja, ik ken de club wel en ik geloof, ja, heel simpel gezegd, als je gauw spelddrager daar bent, er zijn er geloof ik maar 4 of 5 van, dat maakt je wel trots. Maar desalniettemin wil ik heel graag doorbekeren.